Zo, we hebben net het touw terug doorgestoken. Heel belangrijk deel. We gaan nu een diamantknoop maken rond de lijn. En hier is heel veel vraag naar gekomen van mensen die al eens geprobeerd hadden om een lijn te maken. Maar ze wisten maar niet hoe ze die diamantknoop rond die lijn moesten doen. Maar wel, dat gaan we nu voordoen. Wat hebben we daarvoor nodig? Of ja, nodig. Dit is een handig hulpmiddel. Ik heb nu 4 gaatjes. Het is zelfs makkelijker als je er een 5e bij doet, omdat je dan de riem daarin kan laten rusten. Maar het is uiteindelijk niet nodig, dat ga je dadelijk ook zien. Het kan dus ook zonder, maar dat is aangeraden voor mensen die er al vaker mee gewerkt hebben en dus ook wat meer inzicht hebben in de knopen. Hoe gaan we te werk? Exact hetzelfde als wat we op het begin van het DIY-kit hebben gedaan. Voor de mensen die dit nu zien zonder een DIY-kit aan te schaffen, wij verkopen ook leuke kits waarin alle info samengebundeld zit met verschillende video's, afbeeldingen en infofiches. En daarin kunnen jullie dus een link vinden naar deze video. Maar ik heb ervoor gekozen om deze ook openbaar te zetten, omdat zoveel mensen hier vraag naar hadden. Dus, zoals daarstraks, gaan we de touwen verdelen. Zoals je ziet in dit beeld. En je ziet, ik heb nu geen 5 vakjes, dus ik leg gewoon die riem door een van de andere gaatjes. Hè. Wat gaan we nu doen? Exact hetzelfde als op het begin. We maken een diamantknoop. Hoe doen we dat? We nemen 1 touw, we doen die over zijn rechterbuur en we houden die vast met onze linkerduim. We nemen het touw dat we oversloegen, we gaan over het volgende touw, we nemen hem vast met onze linkerduim. We gaan verder, het touw dat nu aan de rechterkant ligt slaan we over. We houden dat rode vast, of ja, bij jullie een andere kleur vast, met onze linkerduim. En dan hebben we er geen meer om over te slaan. Wat doen we dan? We maken deze wat losser en we steken die daarin. Zo, stap 1 is klaar. Volgende stap. We nemen een touw, maakt niet uit welk. We slaan de rechterbuur over en we gaan bij het eerstvolgende kruispunt omhoog. Die wat omhoog gegaan zijn, die zijn geweest. Die moeten niet meer aangeraakt worden. We gaan nu die nemen wat we net oversloegen. Die gaan we opnieuw over zijn rechterbuur leggen. Bij het eerstvolgende kruispunt gaan wij omhoog. Die is aan de beurt geweest. Opnieuw, we nemen het touw dat we net oversloegen. We gaan over zijn rechterbuur. We gaan bij het eerstvolgende kruispunt omhoog. En dan als laatste, die wat overblijft. Je weet, nu is er geen meer om over te slaan. Wat doen we dan? We maken er een om over te slaan. We halen deze onderste naar beneden. Hebben we opnieuw een kruispunt. En daar gaan we naar boven. Dit is het. Het lijkt misschien heel moeilijk, maar eens je dit door hebt, ga je merken hoe makkelijk dat het is, zeker met een rolletje, om een diamantknoop te maken. We halen het rolletje weg. We laten de touwen maar vallen, maakt niet uit hoe. En nu, je ziet, dit is een rommeltje, hè? Maar ik weet dat die knoop goed zit. Dus wat gaan we nu doen? Het aanspannen. En ik heb daar straks ook al gezegd in een andere video dat het aanspannen heel belangrijk is. Daar moet structuur in zitten, dat mag niet zomaar lukraak gebeuren. Omdat, als je dat doet, je echt een puzzel creëert wat heel moeilijk is om nog op te lossen. We hebben opnieuw 2 rijen. We hebben de bovenkant en de onderkant. En je weet, vanuit de vorige video, we trekken altijd langs onder eerst aan, dan langs boven en dan terug langs onder. Dus, hier zit een hele losse. Die trek ik dus goed aan, zodat alles mooi naar boven kruipt. Ik volg die. Ik weet dat die hieruit komt. Ik trek die hier nog eens aan. En ik trek naar beneden. De volgende. De onderste rij neem ik eentje vast. Die trek ik naar boven. Volg ik naar links en ik trek hem naar onder. Nu een rode. Trek die naar boven. In de bovenste rij trek ik die ook weer aan. En ik trek hem naar onder. Deze zit hier heel los van onder, dus die trek ik aan. Ik volg die. Ik trek aan de bovenste rij naar onder. En zo blijf ik doorgaan. Ik blijf nu gewoon doorgaan totdat ik alle touwen goed heb aangespannen. Dus langs onder, langs boven en terug naar onder. Langs onder, langs boven, terug naar onder.
langs onder, langs boven, terug naar onder. En zo blijven we aantrekken totdat we tevreden zijn. Zo. Nu trekken we nog eens aan alle draden apart. Zo, en we hebben de diamantknoop rond de riem gemaakt. Dit kan je nog een tweede keer herhalen. Als je dat hebt gedaan, dan kan je ervoor kiezen om de riem hier af te knippen. Of ja, de touwen, niet de riem alsjeblieft. Dus de touwen af te knippen en plat te branden. Ofwel kies je ervoor om ze hier af te knippen en met een scherp object hier flosjes aan te maken. Dus als je daar zo op kretst, dan gaan die touwtjes allemaal los en dan heb je zo precies een flosje. Of je hangt er kraaltjes aan of iets anders. Dus, dit was de heel veel gevraagde video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als er nog vragen zijn, mag je die altijd stellen in de comments. En ik zie je graag terug een volgende keer. En als je een DIY-kit hebt gekocht, dan ga je nu nog wat lezen in de fiches. Zo, heel veel plezier ermee alvast. En bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je veel plezier gaat hebben met de riem. Tot later!